Kijk, als je kijkt naar de omstandigheden waar zij vandaan komen, of het nou Hongarije, Polen of Roemenië of wat dan ook is, dan zijn dat loonniveaus die naar hun omstandigheden in hun land als redelijk gezien worden daar. Ik beweer dat cabotage in Nederland marginaal is. Europa met open grenzen. Lieve mensen, ondernemers moeten kunnen profiteren van die open grenzen. Profiteren. Lieve mensen, ik beweer dat cabotage zeer bijdraagt aan efficiënt vervoer en daarnaast zeer bijdraagt aan het tegengaan van legerrijden. Nou, ik vind het gewoon lariekoek. Of het nou Hongarije, Polen of Roemenië of wat dan ook is, dan zijn dat loonniveaus die naar hun omstandigheden in hun land als redelijk gezien worden daar. Ondernemers moeten kunnen profiteren. Lariekoek. Lieve mensen, wees blij dat op de Nederlandse snelwegen er geen overbodig vervoer plaatsvindt. Ja, het zou jammer zijn als de buitenlandse chauffeur niet mee zou doen om samen te werken aan de verbetering van het imago. Met cao-zaken en zo. Ondernemers moeten kunnen profiteren. Daar moet je niet naar TLN over mopperen. Europa met open grenzen. We leven in een Europese eenheidsregio waarvan ik zeg, voorlopig zitten er nog flinke verschillen tussen landen. En dat ondernemers binnen de regels gebruik maken daarvan, dat is ordentelijk. Profiteren. Europa is een vrije regio en ondernemers, ook in Nederland, die maken daar op een correcte manier gebruik van. Of het nou Hongarije, Polen of Roemenië of wat dan ook is, dan zijn dat loonniveaus die naar hun omstandigheden in hun land als redelijk gezien worden daar. Ondernemers moeten kunnen profiteren. Lieve mensen, wees blij dat op de Nederlandse snelwegen er geen overbodig vervoer plaatsvindt. Lieve mensen. We leven in een Europese eenheidsregio. Profiteren. Met cao-zaken en zo. Ondernemers moeten kunnen profiteren. Als hij nou een mailtje naar ons stuurt, en dat doet hij maar naar azakkers@tlm.nl, dan kunnen we elkaar eens ontmoeten.